Wat ik van mij, ja, van, wat kan ik anders zeggen dan dat ik mijn fans heel leuk vind? Weet je, die mensen zorgen er toch voor dat ik elke dag muziek mag maken. Dus daar ben ik heel dankbaar voor mijn fans. En wat is je volgens jou zo leuk aan zingen? Het is een gevoel. Zingen is voor mij, dat klinkt misschien heel zwaar, maar zingen is voor mij een gevoel van vrijheid. Het is een manier om mezelf uit te drukken. En dat doe je natuurlijk ook door liedjes te schrijven. Ik kan op die manier een verhaal vertellen en dat vind ik heel leuk om te doen. En hoe oud was je toen je op zing? Zo, dat is goed. Ik was 6 toen ik begon te drummen en 10 toen ik gitaar ging spelen. Dus ik denk rond mijn 10e, want als je gitaar gaat spelen ga je natuurlijk ook liedjes naspelen en proberen ze na te zingen. Dus ik denk rond mijn 10e dat ik begonnen ben met zingen. Hoe ging het? Vandaag? Ja. Het festival ging hartstikke goed, man. Het was echt super tof, het was echt heel leuk. De mensen zongen keihard mee en ze zongen nog harder dan ik, dus ik heb lekker staan schreeuwen op het podium. Het was heel leuk, het was een mooi feestje. En hoe vindt u het op festival? Ik vind het heel leuk op festival. Ik was 2 jaar geleden was ik hier voor het eerst. En toen vond ik het nog heel spannend, want toen was alles nog best wel nieuw voor mij, want ik ben pas 3 jaar eigenlijk bezig. En nu was het veel leuker nog. Nu vond ik het nog veel leuker dan 2 jaar, want nu was ik helemaal rustig en daar heb ik al echt van kunnen genieten. Het was heel leuk. Ja. En op welk nummer bent u het meest trots? Ja, op dit moment ben ik wel het meest trots op Sexy als ik dans. Dank u wel. Alsjeblieft. Graag gedaan, was leuk. Dankjewel, leuk je te ontmoeten. Tot de volgende keer, hè.